Bewoners van vier huizen in Woensel zijn in de nacht van maandag op dinsdag geëvacueerd. Ze moesten hun huis uit door een flinke brand in een woning in hun straat, Al-Satjelaan. Die brand zorgde voor behoorlijk wat rookontwikkeling die ook in andere huizen trok. De brandweer kwam met verschillende wagens ter plaatse. Eén persoon is door ambulancepersoneel nagekeken. De vrouw had rook ingeademd. Alle woningen zijn door de brandweer geventileerd. De brand was ontstaan in een bovenwoning. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk.